Dat Vlaams-Marokkaanse jongeren meer links stemmen dan hun autochtone leeftijdsgenoten was al bekend. Maar de cijfers van de Antwerpse marketingbureaus en Trentwolves zijn toch opmerkelijk. SPA kan federaal met 29% nog de meeste allochtone jongeren overtuigen. Maar het hoofddoekenverbod dat Patrick Janssens uitvaardigde, is bij velen blijven hangen. Veel kiezers trekken naar Groen met 23,6% en PVDA Plus met ruim 17%. Voor de Vlaamse verkiezingen worden de Groenen zelfs een stuk groter dan SPA. Ik denk dat mensen echt op zoek zijn naar partijen die, uh, die hen vertegenwoordigen en die, uh, die hun, de thema's die ze belangrijk vinden, dat, uh, dat die partijen die dat claimen, hè, dat die daarvoor streven, en die zitten vaak aan de linkerkant. De rechtse partijen doen het erg slecht in de enquête. N-VA haalt nog nip de kiesdrempel, maar haast niemand lijkt overtuigd door CD&V of Open VLD. Volgens Rachid Lamrabat, omdat ze nauwelijks inzetten op onderwijs, diversiteit en religieuze thema's. Hij ziet in de enquête een tekenaar de partijen om rekening te houden met die jonge allochtone stem. Als ik het voorbeeld van Antwerpen moet nemen, je hebt een groot stad waarin dat binnen dit en vijf à tien jaar de meerdere... Meer dan de helft uh, van etnisch culturele achtergrond is, dan, uh, dan heb je die mensen nodig. Je moet ze activeren en je moet ze op alle verschillende lagen moet je ze betrekken. En zij staan te popel om het te kunnen doen. Zij willen echt actief meewerken en actief burgerschap aannemen. Tot slot: 10% van de Vlaams-Marokkaanse jongeren weet nog niet op wie te stemmen zondag. En evenveel jongeren zeggen op 25 mei niet te zullen gaan kiezen.